Als er een eerste wet van Newton is, dan is logisch dat er ook een tweede is. Newton was niet gauw tevreden. We maken wel een beetje meer van deze tijd. Het gaat dit keer om T-shirt, althans wat erop staat. We gaan snel van start. Kijk, dit weet je al, althans, ik hoop het, want anders ben je nu op de verkeerde plek. Newton, die het opschreef, dacht verder. Namelijk, hij keerde het om. Wat als er wel een resulterende kracht is? Dan is de snelheid dus niet nul of niet constant, maar er is een versnelling. Newton stelde zich de vraag, welk verband is er dan tussen de resulterende kracht en de versnelling die erbij hoort? Een experiment. We hebben 3 kinderwagens, allen even zwaar. Op de eerste oefenen we kracht uit van 2 newton. Waardoor gaat deze versneld naar rechts toe. Niet al te snel, maar hij gaat wel iedere keer sneller. Evenzo een kracht van 4 newton op de tweede kinderwagen. 4 newton, hij gaat sneller. En tenslotte 8 newton op de derde kinderwagen. Alles op een rijtje. Go! Nu is het helemaal duidelijk dat een grotere kracht een grotere versnelling betekent. Nog eens, maar nu zie je de versnelling erbij. De snelste 1 meter per seconde kwadraat, een halve meter per seconde kwadraat voor de middelste en de traagste een kwart meter per seconde kwadraat. Merk op dat als de kracht 2 keer zo groot wordt, dan wordt ook de versnelling 2 keer zo groot. En dit gaat ook op als de kracht 4 keer zo groot wordt, want dan wordt de versnelling ook gewoon 4 keer zo groot. In een grafiek wordt het misschien nog duidelijker. We zetten alle meetpunten er even in. Natuurlijk startend bij de oorsprong, bij 0,0, want een kracht van 0 betekent versnelling van 0, dat is eigenlijk de eerste wet van Newton. Bij 2 newton is de versnelling een kwart, bij 4 is een half en bij 8 is de versnelling 1 meter per seconde kwadraat. Je krijgt dus een prachtige rechte lijn door oorsprong. Dan moet je weten wat het verband is tussen de kracht en de versnelling, een rechte lijn door oorsprong. Dan is het natuurlijk een recht evenredig verband. Kracht en versnelling zijn recht evenredig met elkaar. Een tweede experiment. We starten met alle 3 meteen met een kracht van 8 newton. De eerste 8 newton, de tweede 8 newton en de derde 8 newton. Alle kinderwagens krijgen daardoor een versnelling van 1 meter per seconde kwadraat. Dat hadden we vorige keer al gezien. Nog een keer. Nu met wat extra info dat een kinderwagen 8 kilogram zwaar is. Een massa van 8 kilogram. Maar de tweede is misschien ook 8 kilogram. Maar let op, we zetten een kind bij in, zodat de massa geen 8 is, maar 16. En 8 newton erbij, dan gaat hij wel vooruit, maar wel een stukje trager. En met zijn dikke rakken erin wordt hij natuurlijk nog zwaarder en dus zal de 8 newton nog meer moeite hebben om hem op gang te krijgen. Weer alles even op een rijtje. Wat moet er gebeuren om de tweede kinderwagen even snel te laten gaan als de eerste? De kracht moet groter worden. We maken die, net als de massa, ook 2 keer zo groot. En inderdaad, ze gaan precies even snel en de derde die moet helaas nog flink achterblijven. Dus die derde willen we ook even snel vooruit laten gaan. En om deze ook even snel te maken, moet de kracht flink groter worden. Daar is hij al, we maken hem 32 newton groot en kijk wat er gebeurt. Alles gaat even snel vooruit. Merk op dat als je hier de massa 2 keer zo groot maakt, dan heb je een kracht nodig die ook 2 keer zo groot is. En hetzelfde als de massa 4 keer zo groot is,
dan heb je een kracht nodig die 4 keer zo groot is. De conclusie hier is dus dat niet alleen F en A, maar ook F en M, de resulterende kracht en de massa, zijn recht evenredig met elkaar. Dus F is recht evenredig met A en F is recht evenredig met M. Dit combinerend geeft de tweede wet van Newton. De tweede wet van Newton, F is M keer A, waarbij M de massa is in kilogram, A is de versnelling in meter per seconde kwadraat en tenslotte F is de resulterende kracht in newtons. We kijken weer even naar de slee die voortgetrokken moet worden. Dit keer niet met een constante snelheid, maar met een versnelling van 0,2 meter per seconde kwadraat. De overige gegevens blijven gelijk als de vraag in de voorgaande paragraaf. De vraag is dus hier ook weer, hoe hard moet de persoon aan de slee trekken om dit allemaal voor elkaar te krijgen? We gaan eerst weer even de zaak anders tekenen. Dus de slee verandert weer in een stip. Het koord met de persoon verandert weer in een werklijn voor de trekkracht. We tekenen de kracht erbij, waarbij ook meteen weer wordt aangegeven de schaalkracht. En aan wordt gegeven van, hé, wat wordt nu precies gevraagd? En dat is hier de trekkracht. Omdat het geen constante snelheid is, maar versnelling, is hier de massa ook van belang. Dus we zetten de massa er ook weer bij, 40 kilogram. Gegeven is niet een constante snelheid, maar een versnelling van 0,2 meter per seconde kwadraat. En dit geeft de resulterende kracht, namelijk de tweede wet van Newton, die ga je invullen en dan zie je dat de resulterende kracht 8 newton is. Dus je hebt nodig 40 newton om de wrijving op te heffen en dan nog 8 newton voor versnelling. In totaal dus 48 newton naar links en die kun je tekenen 4,8 centimeter naar links. En die kracht naar links, dat is weer een component van de trekkracht. Een hulplijntje trekken en je weet hoe lang de trekkracht is geweest. Als je deze opmeet, blijkt die 6,4 cm lang te zijn. Dus de trekkracht is 64 newton geweest. We eindigen met een korte opgave waarvan ik verwacht dat je die de volgende keer in de les bij je hebt. Je weet het, ik reken er weer op.